Ook niks. Zie, ik ben niet geboren voor het geluk. Al 30 jaar kunnen goklustigen in Nederland krasloten kopen. Jeroen Siemelink uit Velp die weet dat als geen ander. Hij heeft met bijna 500 krasloten een bijna complete collectie van alle uitgegeven loten. Nou zit hij ook wel bovenop het vuur, want Jeroen is eigenaar van een tabakzaak waar dergelijke loten ook worden verkocht. Met een stuiver is het beste. Jeroen demonstreert regelmatig de werking van het kraslot aan zijn klanten. Nou, dat is niks. Die loten belanden dan in zijn verzameling. Uit het 30-jarig bestaan van de krasloten heeft hij bijna elk model. Maar die eerste loten, hè? De nummers 2 en 3 eigenlijk, die zijn, die mis ik echt wel. En nummer 1, die wordt nu ingelijst, die krijg ik terug. Ook niks. Ja, herkent u dat, dat een kraslot soms geen prijs geeft? En hoe is dat als je al 30 jaar krast? Nou, ik had eentje, was €450. En die is ook niks. In het begin van het bestaan van de loten probeerden klanten nog wel gekke dingen uit. Verpleegsters die kwamen krasloten halen. En die legden ze dan in het ziekenhuis onder het röntgenapparaat om te kijken of ze er doorheen konden. Kijken of er wat gewonnen was, ja of nee. En kon dat? Dat kon niet. Heel veel acties waren er rond bepaalde thema's. Voor hier in de omgeving natuurlijk de hele Vitesse... rij, verzameling. Maar het gaat natuurlijk vooral om dat moment van spanning. Of er iets gewonnen is. Ook niks. Zie, ik ben niet geboren voor het geluk.